Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Toen mijn roomtour slash make-up stash video online kwam, waren er heel veel reacties dat jullie graag mijn schoenencollectie wouden zien. Omdat ik er ook een shot in had gedaan dat ik mijn schoenen liet zien. En toen kwamen er dus heel veel vragen of ik die wou laten zien allemaal in een video. En toen dacht ik vandaag, ik ga gewoon die video opnemen. Ik ga al mijn schoenen aantrekken en jullie laten zien. Dus dat heb ik zo net gedaan. Dus die ga ik jullie nu allemaal laten zien. Ik ga een voice-over doen over de schoenen heen. Dan ga ik gewoon vertellen welk merk het is. Welk soort schoenen het is en dat soort dingen. Ik heb in alle schoenen bijna wel maat 41. Sommige zijn 40,5. Sommige zijn 42, dus dat is een beetje de maat schoenen die ik ga laten zien. Ik ga niet te lang lullen nu, want het zijn best veel schoenen. Ik hoop niet dat de video te lang wordt. Ik ga hem proberen zo kort mogelijk te maken, omdat het best veel schoenen zijn. Dus ja, dit zijn mijn schoenen. Dit zijn mijn allereerste schoenen en dit zijn mijn Buffalo Nude Pumps. Ik zocht voor mijn lookbook video Nude Pumps en deze heb ik toen gevonden op Zalando. En wat ik op mijn rechtervoet aan de zijkant heb is een mega blaar, dus let daar niet op deze video. Maar dit zijn mijn Nude Pumps. De volgende zijn deze lace-up enkellaarsjes. Ik weet niet hoe ik het echt moet omschrijven. Deze zijn van ASOS. Deze zijn een beetje Kylie Jenner-achtig inspired. Kylie Jenner had toen dit soort hakken aan. En ik was echt obsessed, dus ik heb hem overal gezocht. En toen heb ik deze op ASOS, hoe je het ook wel uitspreken, gevonden. Maar deze doen wel na een tijdje behoorlijk veel pijn. Deze schoenen moet je niet serieus nemen. Ik neem ze namelijk zelf ook totaal niet serieus. Maar dit zijn witte pumps. En witte pumps, ja, vind ik in ieder geval de lelijkste schoenen die er bestaan. Maar deze zijn van de Primark. En deze waren volgens mij iets van 15 euro. Ik wou heel graag pumps. En toen zag ik deze en toen dacht ik, yes. Oeh, dit zijn echt, oh, I love deze laarsjes. Dit zijn hoge enkellaarsjes van Semi, ik weet niet precies hoe je het uit moet spreken, Semi Londen denk ik. En mij doen deze gewoon heel erg denken aan heksenlaarsjes, van die heksenlaarsjes. En daarom vond ik ze echt helemaal geweldig en daarom wou ik ze super graag hebben. En met Black Friday had Semi Londen sale en toen zag ik dat ze deze hadden en toen dacht ik, I need them. Oké, deze laarzen passen niet in het shot, maar ik probeer ze zeg maar ook nu heel awkward op een hele ongemakkelijke manier helemaal te laten zien. Poging 1, poging 2 wordt nog ongemakkelijker. Maar dit zijn hele hoge laarzen van ook van Semi Londen. Dit is ook een beetje suède en deze laarzen vind ik echt geweldig. Ik vind mijn benen er echt prachtig uitzien in deze laarzen. Ik kan niet wachten tot ik deze een keertje ergens heen kan dragen of überhaupt kan dragen. Maar deze waren geweldig en deze heb ik ook met Black Friday gekocht. En ach, ik ben echt in love. Dit zijn enkellaarsjes. Dit zijn hele lage enkellaarsjes met een heel klein hakje. Deze zijn, als het goed is, van de Sasha. En ik wou gewoon kleine laarsjes. Ik dacht dat dit mij heel goed zou staan. Ik zelf persoonlijk vind ze me niet heel goed staan. Op dat moment toen ik ze kocht wel. Maar dit zijn, het is geen echt leer, maar dit zijn dus laarsjes van de Sasha. Dit zijn hele leuke laarsjes. In ieder geval, ik vind ze heel leuk. Deze zijn van de Van Haren. En deze waren 20 euro. Dit waren 20 euro laarsjes van de Van Haren. Het is een beetje suède-achtige stof. En ik vond ze heel leuk. Het is gewoon een enkel laarsje met een blokhak. En ik vind dat ze in ieder geval heel leuk staan met een zwarte broek. En dit is hetzelfde laarsje, alleen dan een beetje in, ja, een beetje crème, bruinachtig kleurtje. Ik vond ze heel leuk. Deze heb ik eigenlijk nog niet echt naar buiten aangehad. Alleen nog maar de zwarte tot nu toe. Omdat de zwarte met een zwarte broek er net iets beter uitzien. Deze kunnen ook, maar ik vind de zwarte net ietsje leuker. Maar deze waren dus maar 20 euro bij de Van Haren. Echt een koopje, zeg ik het zelf. Oké, nu gaan we door naar de sneakers en dat soort schoenen. En dit zijn ook meteen de heftigste sneakers die je maar kan hebben. Dit zijn mijn YRU Platform. Ik weet niet precies de correcte naam, maar dit zijn mijn Platform sneakers van YRU. En ik ben helemaal obsessed in deze schoenen. Dit zijn echt mijn Spice Girls schoenen. En ja, Jeffree Star draagt dit soort schoenen. Ik ben helemaal obsessed. En ik wou ze verkopen, omdat ik ze echt gewoon oprecht maar één keer heb aangedaan naar buiten. En ik wou ze heel graag verkopen. Alleen ik, van deze schoenen kan ik gewoon geen afstand doen. Dus ik hou ze ook gewoon lekker in mijn collectie. Want ze zien er wel echt, vind ik, super tof uit. Dit zijn nog een paar platform, het zijn geen sneakers, maar gewoon platform schoenen. En deze zijn van Jeffrey Campbell. En Jeffree Star heeft dezezelfde, alleen dan met wit met blauwe strepen. En toen ik dat zag en toen ik deze op Marktplaats zag staan voor 50 euro, toen dacht ik echt,
Dit moet ik hebben. De andere platform sneakers die ik net liet zien, die zijn heel makkelijk om op te lopen. Omdat het een hele brede platform is. Deze platform is heel erg smal. En je gaat hier zo mee op je mel. Ik ben er namelijk al vaker mee door mijn enkel heen gegaan. En hiermee wil je niet door je enkel heen gaan. Dus dit zijn mijn gangsterlaarsjes. Ik noem dit altijd maar mijn gangsterlaarsjes. Deze heb ik nog nooit aangehad. Deze zijn namelijk in maat 40 en zitten super strak en zitten niet heel erg comfortabel omdat ze dus net iets te klein zijn. Maar deze waren €17,50 bij het Kaufhaus in Utrecht. En toen ik ze zag en toen ik ze had gepast, toen ik dacht van, oh, dit kan ik wel inlopen, maar ik durf het niet eens in te lopen, want ik ben echt bang voor de blaren. Maar deze waren maar €17,50. Dit zijn de meest prachtige schoenen van mijn collectie. De mooiste, de meest modieuze schoenen van mijn collectie. Dit zijn namelijk mijn Uggs. En ik kan er niet meer over zeggen dat deze gewoon afgrijzelijk lelijk zijn en super warm zijn. En dat is eigenlijk alles. Ja. Ik zie ze nu en denk ik, oh, dit zijn echt zulke schattige schoentjes. Maar dit zijn echt hele leuke schoentjes. Ja. Ik noem dit een beetje opa schoentjes. Deze heb ik echt, denk ik, 3 jaar geleden of zo een keer bij de Primark gekocht. En ze zijn echt super plastic, echt super nep. Je voeten gaan er zo in stinken. En ik wil heel graag een keer dit soort schoentjes, maar dan zeg maar echt van leer zoals mijn vader vroeger had. Volgens mij had mijn vader vroeger van dit soort schoentjes. Ik vind ze echt super schattig en super leuk. Dus ja, dit zijn... Het hoort wel in mijn collectie, ook heb ik ze nooit aan. Deze sneakers heb ik nooit meer aan, maar deze sneakers heb ik op de middelbare school en het begin van mijn eerste jaar van mijn opleiding extreem veel aangehad. Want in deze sneaker zit zo'n hak. Bij de zool zit, zeg maar, bij de heel zit zo'n hak. En ik dacht echt van, oh my god, ik kan zo onder de koffer hakken dragen. Dus ik was helemaal obsessief met deze sneakers. En toen bij de Douglas stage heb ik deze ook alleen maar aangehad. Maar ik draag ze nu eigenlijk nooit meer. Maar ze zijn wel cute of zo. Mwah. Ja. Dan komen we bij deze sneakers. Deze zijn van Nike en ik vind ze er super vet uitzien. Ik vind ze echt super vet. Alleen ze doen zo'n pijn bij mijn Achillespees. Ik hoop dat dat zo heet, dat stukje spier aan de achterkant. Ik krijg daar meteen last van als ik deze aandoe. Ik kan ze echt niet langer dan een uur aan. Of ik krijg echt heel veel pijn en meteen blaren. Dus ik heb deze eigenlijk nooit aan omdat ze zoveel pijn doen. Maar ik vind ze er wel echt super vet uitzien. Dus dit zijn Nike sneakers. Ik weet niet precies de naam van deze. Dit is precies hetzelfde probleem heb ik met deze Jordans. Deze, ik vind ze ook super vet. Ik vind deze ook weer super vet. Ik heb deze in Parijs gekocht met mijn zus. Maar deze zit inderdaad ook weer bij mijn Achillespees. Zit echt zo'n stuk wat een beetje naar binnen gaat. Wat zoveel pijn doet. Ik kan hier ook echt niet lang op lopen. En dan krijg ik zieke blaren achter op mijn Achillespees. En dat doet zoveel pijn. Blaren op je Achillespees. Dus super jammer. Maar ik doe ze dus eigenlijk bijna nooit aan. Maar dat plastic stukje aan de voorkant is aan het verkleuren. Like, what the fuck kan dat? Kunnen sneakers verkleuren zonder dat je ze aan hebt in een kast? Precies hetzelfde heb ik ook met deze schoenen. Dit zijn Nikes. En ik vind deze super cool. Deze waren toen helemaal in de mode. Helemaal hype waren deze toen. Maar je ziet ook dat die plastic band mij aan de achterkant super erg op spanning staat. Er staat heel veel druk op. En dit doet bij mijn Achillespees ook zoveel pijn dat ik deze gewoon niet aan kan. Maar ik heb al een nieuwe eigenaar voor deze schoenen. Dit zijn Adidasjes en dit was toen in met zo'n lijn. Ze kwamen met, weet ik, van met 50 kleuren of zo zijn ze gekomen. En ik dacht, hey cool, ik neem de turquoise blauwachtige. En ik heb deze ook, ik heb deze een aantal keer aangehad, maar ik draag ze niet echt meer of zo. Het is niet meer echt hot nu op dit moment, dus ja. Oh my god, als ik naar deze schoenen kijk, dan denk ik echt, what the fuck dacht ik. Ik vind dit echt Nike Air Max. Ik vind het de lelijkste schoenen ever, na Uggs. En naar Crocs en al dat soort schoenen. Maar ik weet niet, er is een jaar geweest in mijn leven dat ik ze helemaal geweldig vond. En dat ik ze wel mooi vond. En toen heb ik dus ook 2 paar gekocht. Waaronder dit is 1 paar. En als ik er nu naar kijk, dan denk ik ook echt weer, ach, wat dacht ik. Ik vind het zulke lelijke schoenen. Maar er is dus een jaar geweest dat ik deze schoenen helemaal geweldig vond. En deze witte zijn heel erg vies. Deze heb ik wel extreem veel gedragen in het jaar. Maar ik vond ze opeens, ik vond ze altijd lelijk. Toen vond ik ze opeens leuk. En toen vond ik, en nu vind ik ze weer echt super lelijk. En ja, mijn mening, maar ik heb ze dus wel gehad. Ik heb ze, eigenlijk nog steeds, ja. Dit zijn mijn Rayones en ik schaam me heel erg voor hoe, in welke staat deze zijn en voor hoe ze eruit zien. Maar ik weet niet of je de video hebt gezien dat ik zonder benzine stond aan de zijkant van de snelweg en dat ik door de modder heen moest lopen. Op dat moment had ik deze schoenen aan en ik baalde zo erg, maar ze zijn zo vies geworden en ik denk dat ik ze maar een keer professioneel moet laten schoonmaken, want ik heb ze om deze reden never aan. En het is echt super jammer, want het zijn super dure schoenen. Dit zijn Reebok schoenen.
En ik vind het echt super leuke schoenen. Deze zijn ook echt super vies. En dat is echt gewoon, ach, dat ik denk van, waarom heb ik deze niet even schoongemaakt voor deze video? Maar deze heb ik voor €30 gekocht bij de Episode in Utrecht. En ze zitten echt geweldig lekker. Dit zijn echt geweldige schoenen. Dit zijn ook Reebokjes, die heb ik voor €25 bij de Episode in Utrecht gekocht. En dit zijn gewoon schoenen die super lekker zitten. Dit is echt gewoon, als je weet dat je lang gaat lopen, moet je gewoon dit soort schoenen aandoen. Want dit zit gewoon echt als hemel en ze waren echt super goedkoop, €25. Girl, deze zijn nieuw, echt fucking duur. Dit zijn mijn hele erg uitgedraagde, verkleurde en assige Puma'tjes. Ik vond ze heel leuk toen at the moment. Ik draag ze nu eigenlijk nooit meer omdat ze er in mijn ogen zo versleten en assig uitzien. Ik weet niet, ik heb iets met dat schoenen er netjes en schoon moeten uitzien. En dat zien deze er niet meer voor mij. Maar ik vind ze nog steeds leuk. Oh, deze heb ik echt zo vaak aangehad. Dit zijn die Nike Rush Runs. En iedereen had deze op een gegeven moment. Iedereen, mensen hadden ze in zwart, roze en al dat soort dingen. En ik wou niet die basic kleuren. En toen zag ik deze, grijs op grijs. En toen dacht ik echt, yes, dit zijn echt zulke vette schoenen. Dus ja, dit zijn mijn Nike Rush Runs. Dit zijn mijn Nike Air Flights. En deze schoenen zijn geweldig. Ik vind dit zijn fel rode schoenen, zoals je kan zien. En altijd als ik deze schoenen aan heb, wanneer dan ook, ik krijg altijd complimenten over mijn schoenen van wow, heb je vette schoenen aan. En ik vind ze zelf zo vet en zo opvallend en zo fel. En je krijgt er gewoon altijd complimenten over als je deze schoenen aan hebt. En ik vind ze ook echt super leuk staan en mijn voetjes lijken zo lekker klein. Dit zijn mijn zwart op zwarte All-Stars. Ik hou van All-Stars. All-Stars zitten super fijn. Ik draag deze heel vaak in de zomer en heel af en toe in de winter als het niet te koud is. Maar dit zijn gewoon fijne schoenen. All-Stars zitten gewoon super fijn en black op black vind ik super mooi eruit zien. Dus ja. Dit zijn mijn witte All-Stars en deze draag ik nooit met sokken of met een broek zo. Deze draag ik altijd zonder sokken met mijn broek opgestroopt. Lekker hipster, want ja, je weet toch, ik ben super hipster, maar dit zijn zomerschoenen. Deze draag ik heel veel in de zomer. Dit zijn mijn Essex, ik hoop dat ik het zo goed zeg, gel schoenen. Dit is gewoon de gel nummer 1. Je hebt nu ook gel 2 en gel 3 en zo, maar dit zijn mijn Essex. En als ik weet dat ik extreem lang ga lopen, of als ik extreem lang moet gaan lopen en veel moet gaan lopen, doe ik deze schoenen aan. Dit zijn de meest comfortabele schoenen die ik ooit heb gehad. Deze zitten lekker. Ik vind ze er vet cool uitzien. Ze zien er gewoon lekker sportief uit. Dit zijn mijn favoriete all-time favorite schoenen die ik ook het meest gedragen heb van al mijn schoenen, zoals je kan zien. Dit is ook het derde paar. En dit zijn mijn zwart op zwarte Vans. Dit zijn gewoon mijn favoriete schoenen. Dit zijn gewoon echt mijn go-to schoenen. Ik heb deze altijd aan. Ze passen overal bij. Bij elke broer. Ze passen gewoon overal bij. Omdat ze gewoon zwart op zwart zijn. Net als die All-Stars. Maar dit zijn echt mijn favoriete schoenen. Dit zijn mijn nieuwste Vans. En dit zijn mijn Bordeaux rode Vans. Helemaal Bordeaux rood. Ik vond deze stijl Vans eigenlijk nooit leuk. Tot ik deze zag. Tot ik deze Bordeaux rode zag. En I'm in love. Op de achterkant zit een rits waardoor je zeg maar, de veters niet hoeft te strikken. Wat ik ook heerlijk vind. En ik vind deze er gewoon super cool uitzien. En ik hou echt van de Bordeaux rode kleur. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Dit zijn mijn mosterdgele op legergroene Vans. Ja, twee hele lelijke kleuren bij elkaar gegooid. En dat vindt deze weirdo natuurlijk weer helemaal geweldig en helemaal leuk. Ik hou van deze Vans. Ik vind ze er echt super cool uitzien. Ik vind ze super leuk en ze zitten super comfortabel. Dus ja, dit zijn mijn hele mooie kleuren Vans. Dit zijn mijn allereerste Vans die ik ooit heb gekocht. En ik dacht op dat moment, toen zat ik in de eerste of in de tweede of zo. En toen dacht ik, ik wil skater zijn. Ik ben emo. Ik ben alternatief TVA. Ik wil skater Vans. En toen heb ik deze gekocht en echt zo veel aangehad. Ik denk dat ik deze gewoon een jaar elke dag heb aangehad. En love them. Deze schoenen zijn ook extreem vies en I'm ashamed of it, maar dit zijn mijn Adidasjes en ik heb geen idee hoe deze heten, maar ik zag deze, ik zag de kleur en ik dacht echt, dit zijn zulke vette schoenen en ja, de schoenen zijn gewoon vet en meer hoef ik er niet over te zeggen, ze zijn gewoon echt amazing. Dit zijn mijn allernieuwste schoenen, dit zijn ook Adidasjes en we kunnen natuurlijk allemaal wel zien op welke schoenen deze geïnspireerd zijn. Ik heb zo lang, zo vaak mijn best gedaan om de Yeezys in mijn handen te krijgen, om die te kopen. In de wachtrij heb ik gestaan en iedere keer is het me niet gelukt. En toen zag ik deze bij de Adidas en toen dacht ik, wauw, deze zijn ook echt fucking vet. En
Yeezys zijn ook van Adidas, dus ik denk dat het daarom gewoon inspired is op de Yeezys. Maar deze zijn Adidasjes, ze zijn volgens mij net nieuw ook in de collectie. En ik vind ze er echt super vet uitzien en ik ben echt in love met deze schoenen. Dit zijn mijn tweede favoriete schoenen. Na mijn Vans zijn dit mijn favoriete schoenen en mijn meest gedragen schoenen in de zomer. En dit zijn mijn Univ Hellraisers. Ik ben echt verliefd op deze schoenen. Ik vind dat ze er super vet uitzien. Ik hou van dit soort crazy schoenen en het is niet gewoon omdat ze zo crazy eruit zien dat ik ze vet vind. Ik vind ze oprecht zo mooi en iedereen, gewoon iedereen waar ik ze aan laat zien, zegt echt tegen mij, wat zijn dit afgrijzelijk lelijke schoenen. Mijn zus noemt het opa schoentjes met spikes erop. En dit zijn mijn laatste schoenen en dit zijn mijn Adidas slippers. Dit heb ik niet heel vaak aan in de zomer, maar af en toe als ik gewoon geen zin heb in schoenen en het gewoon super warm is, dan ga ik gewoon lekker op mijn Adidas slippertjes naar de supermarkt. Lekker ASO, lekker zuid hier. Dus ja, dit zijn mijn laatste paar schoenen. En dit zijn mijn blote voeten met een blaar. Dus dat waren al mijn schoenen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Jullie hebben deze video aangevraagd. Zelf had ik nooit bedacht om deze video ooit op te nemen. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik heb de 100.000 abonnees gehaald. We hebben samen met elkaar de 100.000 abonnees gehaald. Ik denk niet dat ik er geen aandacht aan besteed. Er komt nog een video over. Ik ga iets leuks doen met de 100.000 abonnees. Ik ga in ieder geval iets leuks doen met jullie. Er komt een soort van winactie. Maar niet een winactie dat ik iets weggeef. Maar nou, in ieder geval, die video komt er nog aan. Alleen er moeten eerst nog een aantal dingen geregeld worden voordat ik dat kan gaan doen. Dus die video komt er aan, don't worry. Maar in ieder geval, heel eventjes snel, heel erg bedankt voor de 100.000 abonnees. Het is voor mij echt weird. Het is gewoon heel erg onwerkelijk dat ik 100.000, dat gewoon wij, dat de Maya-familie 100.000 abonnees groot is. En ja, dat vind ik gewoon super leuk. Dus daar eventjes heel snel aan het einde van deze video bedankt voor. Maar er komt nog een video voor de 100.000 abonnees. Dus ja, dat was de video. Heel erg bedankt voor het kijken. In ieder geval, vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten welke schoenen van mij jouw favoriete schoenen zijn. Welke je het mooist vindt. Laat het in ieder geval allemaal beneden eventjes weten. Ik vind het super leuk om al jullie leuke en lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!